Via social media is er een oproep gedaan om samen te komen in de binnenstad van Helmond. We hebben erop geanticipeerd om te zeggen, doe dat nou niet, is niet toegestaan. Het is een moeilijke tijd, dat weten we, maar niet en masse naar de binnenstad komen. Uiteindelijk is dat wel gebeurd. Meer dan 150 jongeren zijn daar geweest. Dat is, zeg maar, na gesprekken met hun gevoerd te hebben, uit de hand gelopen. Ze zijn onze politiemensen gaan bekogelen en ze hebben heel zwaar vuurwerk afgestoken. En dat tolereren we niet. Zoals ik al zei, we zijn het gesprek aangegaan met de jongeren. Dat mocht niet baten. Uiteindelijk heeft de politie opgeschaald, naar een ME-inzet gegaan en heeft handhaafd opgetreden. Er zijn jongeren aangehouden, er worden gebiedsverboden afgegeven en in de nacht heb ik een noodverordening afgegeven in het gebied om daar, zeg maar, niemand meer toe te laten die daar niks te zoeken heeft, om de rust weder te laten keren. Ik heb gesproken met de inwoners en ondernemers in de wijk waar de rellen gisteravond hebben plaatsgevonden. Ik zie dat het veel met ze doet. Ik roep dan ook op om niet in grote getalen bijeen te komen die mogelijk zouden kunnen leiden tot rellen. Ik zou zeggen, gebruik je gezonde verstand en samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid in onze stad.